Maar jij bent dus van de Smashing aan gaan schrijven, hè? Ja, klopt. Ik, hoe is dat zo gekomen? Ik schrijf nog steeds de Daily Nerd bijna elke dag, hè, waarbij ik dus commentaartjes schrijf bij artikelen die interessant zijn voor designers en webdevelopers. Ja. En nou, dat is best wel werk eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik zat een beetje mee van, ja, dat is toch iets als 2 uur per dag wat ik elke avond in mijn vrije tijd besteed daaraan. Ik zat een beetje mee van, ja, hoe moet ik daar nou mee verder? En ik heb ook andere side projects, gewoon dingen die ik leuk vind. En toen sprak ik op het Mobilism Congres, wat een heel goed congres was. Daar sprak ik Vitaly Friedman, dat is de chief editor van Smashing Magazine. Mm-hmm. En hij volgt de Daily Nerd al sinds het begin. Okay. En ik vertelde hem dat ik het, nou ja, wat te druk vond, dat ik niet meer wist wat ik ermee moest doen. En toen zei hij van, nou, dan kom je, wil je misschien het op Smashing Magazine publiceren. Ja. Dus de Smashing Daily bestaat nu. Elke dag wordt het op Smashing Magazine gepubliceerd. En dat is een, laten we zeggen, iets grotere groep mensen. Ja, precies. Want zij hebben een hele, ja, ze hebben al een eigen doelgroep, zeg maar, erbij. Ja, het is dezelfde doelgroep. Dus ja, zijn het ook nerds en designers? Nerds en designers. Het is echt dezelfde doelgroep. Dezelfde mensen die we willen bereiken. Ja. Alleen hij heeft een veel groter bereik. Ja, gaaf. Ik had, laten we zeggen, 100, 150 unieke bezoekers per dag op de site. Uh-huh. 1000 per maand had ik, 1000 unieke bezoekers per maand. En Smashing Magazine heeft 12 miljoen unieke bezoekers per maand. Ah, kijk, dat is een net iets andere orde. Een heel andere orde. Nou, er zijn er geen 12 miljoen unieke bezoekers per maand bij voor de Smashing Daily, maar ik weet maar zeker staat dat... Wel, je staat wel af en toe op de homepage, zag ik. Ja. En dat is wel heel erg tof. Ja, het is echt heel tof. En heb je nu een enorme storm van nieuwe volgers en zo op je Twitter en zo? Ja, ook. En ik merk dat ik ook meer lezers heb op de Daily Nerd ineens. Oh, oké. Okay. Dat is heel typisch. Dus mensen komen nu naar de Daily Nerd, terwijl op Smashing Magazine wordt het een dag eerder gepubliceerd allemaal. Ja. Ik wou zo het Polish pakket als je is. Nou goed. Smashing Magazine dus. Ja. Ik ben er echt wel heel erg blij mee. Ja, het is, maar ik vind het er ook tof uitzien. Het ziet er heel gaaf uit. En ja, ik word ook gedwongen om inderdaad na te denken over, of niet om meer te doen voor de content. Dus alleen, het is niet meer alleen de tekst is niet meer goed genoeg. Ja, ja, ik moet echt ook opletten op de titels en ik moet plaatjes erbij zoeken, een paar plaatjes per dag. Ja, ja. Dat is echt ook veel meer werk, maar het wordt er inderdaad ook wel beter door. Ik was echt wel onder de indruk van die Vitaly Friedman, wat een enorme attention for detail die jongen heeft. Ja. En dan zie je dat echt zo'n oog voor detail en die dingetjes, dat gewoon net het verschil maakt tussen aardige content waar wat mensen wel leuk vinden en echte kwaliteitscontent waar een hoop mensen naar komen. Ja, inderdaad. Ja. Oh, even kijken of we hem weer daar neer kunnen zetten. Of zullen we hem ergens anders neerzetten? Ja, het is niet echt een hele mooie plek hier, hè? Nou ja, je hebt dat als achtergrond. Het gemaal. Oké. Okay. Zet ik hem hier neer. Even kijken. Ja, maar als deze doet, die moet dan niet op het plaatje staan. Nee. Wacht even. Steek hem even over het gras. En dan zetten we laat je de neus die kant op staan. Hè? Op het gras zetten? Ja. Ja, als dat kan tenminste met de aantal. Precies. Kan wel. Ja, precies. Perfect. Uitkom. Ah. Zo? Ja. Fantastisch. Oké, jongens. Je ziet een tijdje niks, maar we knippen erin. Dus voor je dat weet zitten we hier weer. Oké, nou, nu gaan we nog even langs onze collega's. Op de andere vestiging. We moeten nog even wat afleveren. Ja. Maar wat ook erg leuk is aan Smashing Magazine is dat ik er gewoon voor betaald word. For real? Dus ik word betaald voor het schrijven van goede content. Oh, dat is heerlijk. Dat is echt wel tof. Dat is een goede stok achter de deur ook. Dat je
Ja, dat je er ook aandacht aan mag besteden. Ja, dus wat ik nu ook doe is dat ik toch de hele maandag, dat is normaal mijn vrije dag. Mm-hmm. Maar dan zit ik dus gewoon de hele dag de Daily Nerd te schrijven en dan nog twee avonden in de week. Dus, Oké. En dan verzamel je dan van tevoren? Of ja, dus, ja, maar ik heb een enorm backlog. Dus echt iets als, nou, ik heb denk ik waarschijnlijk wel iets als 200 links die ik nog moet lezen of zo. Dus ik zit voorlopig nog wel even goed. Ja, ik vind het echt heel erg indrukwekkend. Gewoon, al was het maar omdat als ik de Daily Nerd echt wil lezen, dan ben ik daar sowieso al 2-3 uur mee bezig. Om het ook echt de leuke dingen er tussenuit te pikken. Alles zou willen lezen, ja. Ja. Maar meestal vind ik het ook echt allemaal heel erg interessant. Ja, nou, het idee ervan is dat er voor iedereen wel iets interessant in zit. Ja, ik ben een generalist, dus dat is mijn fout. Er waren een paar reacties van mensen die de Smashing Daily nu dus voor het eerst lazen. En die zeiden, ja, kan je de linkjes niet groeperen? Dus met een headingje erboven van het CSS en een JavaScript en design. En ik doe dat bewust niet. Dus het zijn 10 linkjes ongeveer per dag. Ja. Zodat mensen ook eens wat lezen wat ze niet interesseert. Of ja, ook precies, eens wat tegenkomt wat ze anders zouden overslaan. Dat ze per ongeluk leuk zouden kunnen vinden. Ja, precies. Ja. Ja, dat vind ik ook. En dat is ook de waarde van de Daily Nerd. En je ziet de Daily Smashing. Ik moet er even aan wennen. Smashing Daily. De Smashing Daily. Ja, maar de Daily Nerd bestaat ook nog steeds hoor. Ja, maar je doet ze nu dus wel allebei in het Engels. Daily Nerd was al in het Engels. Oh, serieus? Oh, dat heb ik echt niet gelezen. In het begin was hij in het Nederlands, maar hij is nu al sinds november is hij in het Engels. Wow. Dat is wel, maar dat is sowieso al een publiek verbreder, neem ik aan. Ja, dat was natuurlijk al een, absoluut. Cool. Dat was een collega aan de telefoon. Goed. Die zag dat er een Smashing Conference is. Oh, Oké. En daar wil hij eigenlijk wel heen. Ja, en terecht. Ja, het is in Duitsland, in Freiburg, bij het Schwarzwald. Oeh, wat in het Schwarzwald? Of, Nou ja, ik weet niet precies. Freiburg ligt bij het Schwarzwald. Oké. Dat is een lekkere taart ook, heb ik gehoord. Schwarzwalder Kirsch. Het is, Oké. Ja. Ik word wellicht uitgenodigd, zoiets schreef Vitali vannacht. Dus misschien dat ik daar ook heen ga, maar dat weet ik nog niet. Oké. Het sprekerscircuit. Ja, lach hoor. Ik vind het echt wel heel erg tof. Ik vind het echt heel fijn dat ik nu voor Smashing kan schrijven. Omdat anders was ik nu gestopt. Ja, dat zou echt zonde zijn geweest. Het zou zonde zijn geweest. En ik heb nu ook een lekker groot publiek. En dat toch op de een of andere manier... Ja, dat heeft toch wel waarde of zo. Ja, dat maakt het verschil ook. Ja. Plotseling kan je... Is er een grotere kans dat je een dialoog kan beginnen met vakgenoten of met mensen met andere meningen of andere perspectieven erop? Ja. En dat is vooral heel erg leuk. Wat krijg jij ook uit jouw community? ook links toegestuurd? Van hey, check dit even uit? Of, Soms. En ik reageer er over het algemeen niet zo heel veel op, want ik heb al meer dan genoeg. Mm-hmm. Dus ik moedig dat niet specifiek aan of zo. Nee. En ik neem aan dat wat je nu gaat krijgen is natuurlijk dat mensen gaan zeuren om een linkje. Oh, om geplukt te worden. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja. Nou, daar ga ik sowieso niet op in. Nee, inderdaad. Ik ga alleen maar link alleen maar naar dingen die ik echt interessant vind. Ja. Ja, want je moet er ook voor zorgen dat... beetje consistente content hebt. Zou jammer zijn als, tenminste dat heb ik altijd, als je er dan achter komt, oh maar hij werkt voor bedrijf XYZ en op die manier is dit voor hem belangrijk om een bepaalde boodschap naar buiten te krijgen. Of, Ja. En mijn boodschap is, ik wil dat
ik wil dat het web beter wordt. Dus ik wil gewoon dat de kennis die ik heb, of de kennis die mensen opschrijven, dat andere mensen daar wat mee gaan doen. Ja. Weet je, ik bouw maar zo weinig websites, maar er zijn al die mensen die ook websites bouwen. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Dat zou onze tagline moeten zijn in plaats van Edson. Het staat ook onder, het staat als bij een bio ook aangegeven van dat ik heb een access of knowledge, ik heb een overvloed aan kennis. Ja. En ik vind mezelf maar een iemand met een beperkte hoeveelheid kwaliteiten en talent. En ik denk dat er andere mensen zijn die veel betere, mooiere dingen kunnen maken met kennis die ik heb. Ja. Daarom deel ik mijn kennis. Ja, precies. Daarom heb ik ook les gegeven op de Hogeschool van Amsterdam. En daarom doen we dit ook. Ook, ja.